Met vliegtuigen zijn ze gekomen, de zakenlieden uit die delen van het land die het verst van Utrecht verwijderd zijn. Op Soesterberg stonden autobussen gereed om hen verder te vervoeren. Met treinen zijn ze gekomen, van overal uit het land. En met auto's en autobussen zijn ze gekomen. Utrecht had zich op haar paasbest uitgedost. Overal, als altijd, hingen de vlaggen uit, maar ditmaal waren in de stad ook versieringen aangebracht. Utrecht vierde mee het feest van de 50ste jaarbeurs. Een onafgebroken stroom van mensen trok dagelijks naar het Vreeburg waar de jaarbeursgebouwen zijn. 31 jaar geleden maakten velen dezelfde tocht naar de eerste jaarbeurs. Dat was midden in de Wereldoorlog, toen de grenzen gesloten waren en de Nederlandse industrie wilde tonen waartoe zij, ondanks oorlogsbelemmeringen, in staat was. Op het Vreeburg waren in een groot aantal houten gebouwtjes toen 690 deelnemers met hun goederen aanwezig. Er werd in die tijd nog reclame gemaakt voor de jaarbeurs, maar dat is al lang historie geworden. De houten gebouwtjes maakten plaats voor permanente gebouwen, de belangstelling nam steeds grotere vormen aan. En nu, bij het jubileum, bij de 50ste jaarbeurs, heeft deze belangstelling een hoogtepunt bereikt. Ook nu weer talloze inzendingen uit het buitenland. Uit België was er onder andere aardewerk en porselein. Uit Zwitserland trokken weer de verfijnde precisie-instrumenten de aandacht. Tsjechoslowakije toonde zijn mooiste glaswerk en kristal uit Bohemen. Frankrijk zond onder meer een collectie exquise parfums. Maar de Nederlandse industrie nam weer de grootste plaats in. De meest uiteenlopende textielproducten waren er tentoongesteld. De schoenindustrie toonde voor de voetballers een nieuwigheid: afschroefbare schoendopjes. Voor de dames de nieuwste modellen, afgestemd op de lange rok. Er was een reusachtige verscheidenheid aan artikelen. Zakenlieden uit elke branche konden op de jaarbeurs terecht. Huishoudelijke artikelen zijn weer in overvloed voor de binnenlandse markt beschikbaar. Iets geheel nieuws was het kookdressoir. Voor klein behuisde gezinnen misschien de redding uit de nood. Het herbergt een complete keukeninventaris. Een comfort is aanwezig en als het bovenblad wordt opgeklapt, verschijnt een volledig keukenaanrecht. Op het terrein aan de Kroezelaan was weer de technische afdeling ondergebracht, waar ook veel nieuws te aanschouwen viel. Ruim 3000 deelnemers uit binnen- en buitenland toonden hun producten. Steeds meer blijkt de Utrechtse jaarbeurs te zijn een centrum van economische activiteit, een onmisbare factor voor de opbloei van ons land.